Deze nieuwsuitzending gaat over Isaac Newton. En dat wordt er eentje voor de playlist over filosofie. Ik heb het voorbereid. We hebben hier de Wikipedia pagina. Die gaan we zo dadelijk doen. Maar hier wil ik mee beginnen. Dit is Webster Tarpley. Staat hier onder, hè? Webster Tarpley, die komt bij Alex Jones. Het is wel een enorm geschiedkundige, dat wel. En alles wat iemand zegt dat waar is, is waar. En hier gaat hij eventjes tekeer tegen Isaac Newton. Dat is altijd leuk, hè? Als ze onderling modder gaan gooien. Dan even gewoon even luisteren. Webster Tarpley aan het woord. Maximaal 6 minuten of zo. Hypotheses non fingo. I do not fabricate hypotheses. Which brings us to Newton. Dat is hem dus. Which brings us to Newton. Isaac Newton. The next phase of the corruption of science by Venice depends on a rather obscure Cambridge don by the name of Isaac Newton. For the oligarchy, Newton and Galileo are the only two contenders for the honor of being the most influential thinker for their faction since Aristotle himself. These are the two. The British oligarchy praises Newton as the founder of modern science. But at the same time, they have been unable to keep secret the fact that Newton was a raving irrationalist, a cultist kook. A raving irrationalist. Dus een razend, irrationeel, onwetend persoon. Among the oligarchs, it was the British economist Lord John Maynard Keynes, a fellow Cambridge graduate, who first began to open the black box of Newton's real character. De black box, die komt zo dadelijk ook nog terug. Dat wordt echt heel apart, hoor. Ik denk echt dat Webster Tarpley zijn huiswerk goed heeft gedaan. Was Newton the first and greatest of the modern scientists, the practitioner of cold and untinctured reason? No, said Keynes. Newton was not the first of the age of reason. He was the last of the magicians, the last of the Babylonians and Sumerians, the last wonderful child to whom the Magi could do sincere homage. Dus Isaac Newton was de laatste van de tovenaars. De laatste van de Babylonische Sumeriërs. Keynes based his views on the contents of a box. What box? And what was in the box? The box contained papers which Newton had packed up when he left Cambridge for London in 1696, ending his Cambridge career and beginning his new life in London as a member and president of the Royal Society, director of the Mint, and the resident magus of the new British Empire. Now, inside the box were manuscripts and papers totaling some 1.2 million words. That's about as long as Shakespeare's complete works. Ja, dus 1,2 miljoen woorden stonden in de papieren die in die kist zaten. En waar gingen die 1,2 miljoen woorden over? If you're counting. After Newton's death, Bishop Horsley was asked to inspect the box with a view to publication. But when he saw the contents, he recoiled in horror and slammed the lid. No one opened the box for another 100 years. After a century. Er was een bisschop die ging de geschriften van Isaac Newton, die in de kist zaten, inspecteren. En hij sloeg die deksel dicht en zei, ophouden hiermee. 100 jaar heeft het geduurd voordat die kist opnieuw openging. Century had passed. Newton's 19th century biographer, Sir David Brewster, looked into the box. He decided to save Newton's reputation by fishing out a few selections, but he falsified the rest with straight fibbing, as Keynes says.
Now these box became known as the Portsmouth Papers. A few mathematical papers were given to Cambridge University in 1888. In 1936, the then owner, Lord Lymington, needed money. So the papers were auctioned off. Now Keynes was alarmed. He bought as many as he could, but the papers were scattered from Jerusalem to America. Ja, waar is het om ging? Want in die kist zaten een aantal wiskundige geschriften. Nou, die zijn eruit gevist en weggegeven. Ter ere van Isaac Newton. Maar toen kreeg die aristocraat geldgebrek. En heeft hij al die papieren, al die documenten, laten veilen, heet dat, hè? Auction. En ze laten veilen. Dus toen waren ze overal. Alles. Waar men wat voor wilde betalen. As Keynes points out, Newton was a suspicious, paranoid, unstable personality. In 1692, Newton had had a nervous breakdown and never regained his former consistency of mind. Newton's friends, Pepys and Locke, thought that he had become deranged. And Keynes writes that Newton emerged from his breakdown slightly gaga. And of course, as Keynes stresses, Newton was wholly aloof from women, although he had some close young male friends. Newton once angrily attacked John Locke, accusing him of trying... Okay, Isaac Newton was dus een homo. Dat zegt hij nou net. ...trying to embroil him with women. But nevertheless, in the last decades, the lid of the box has been partially, and I think grudgingly, opened by the Anglophile scholars who were the keepers of the Newton myth. Now, what can we see inside the box? First, Newton was a supporter of the Arian heresy. He denied... Okay, stop even. Nu komen we aan de crux. Wat zat er nou in die kist, hè? Nou, Newton was een aanhanger van het Arische principe. Arius, verwant met de stam van Juda, trouwens. De stam van de leeuw. Maar goed, hij was dus Ariër. Of hij hing Ariërs aan. Dat is mooi. Ga maar door. Denied and attacked the Holy Trinity. Therefore he denied the Filioque. Oké. Isaac Newton wees de heilige drie-eenheid af. Daar is ook veel over te zeggen. Er is geen heilige drie-eenheid. Er is geen God met een moeder en een zoon. Dat wijzen wij af. Maar goed, Isaac Newton dus ook. Dat prijst hem. Dat siert hem, moet ik zeggen. Concept of imago viva Dei. Keynes thought that Newton was a Judaic monotheist of the school of Maimonides, which I guess suggests that he was a Kabbalist. For Newton, to worship Christ as God was idolatry and a mortal sin. Oké, dus voor Newton was het zo dat je Christus Jezus niet mocht eren. Dat was idolaterie. En een mortal sin, dat is een doodzonde. Now, even in the Church of England, you had to keep these views secret or face ostracism. Now, Newton's real interest was not mathematics or astronomy, neither one. It was alchemy. His laboratory at Trinity College, Cambridge, was fitted out for alchemy. Here his friends said, the fires never went out during 6 weeks of the spring and 6 weeks of the autumn. Now, what is alchemy? The kind of symbolism you see here. What kind of research was Newton doing? His sources were books like Theatrum Chemicum Britannicum of Elias Ashmole, the Rosicrucian leader of British speculative Freemasonry. Precies, dan kunnen we kappen. Die hele kist die zat vol met alchemistische bullcrap. En dat brengt me dan terug naar die Wikipedia pagina waarin jij helemaal verheerlijkt wordt. Maar je hebt net gehoord, het was
iemand van de herenliefde. Nou, dat zegt op zich niks natuurlijk. En hij heeft dus een kist nagelaten met 1,2 miljoen woorden. Ja, doe het hem maar eens na. Over alchemie. En alchemie is de idee dat je de ene substantie in de andere substantie kan veranderen. En kennelijk deed meneer Isaac Newton, of de heer, Sir Isaac Newton, die deed dat tijdens de lente en tijdens de herfst. Dat zijn de equinoxen. Heb je de grootste verandering van dag naar nacht. En dan ging die allemaal... Ik heb als kind ook allemaal scheikunde proefjes gedaan. Maar nooit de illusie gehad dat ik zwavel in lood zou kunnen veranderen. Laat staan lood in goud. En hij wel was gewoon een scheikunde hobbyist. En hij is ook nog in het parlement gezeten. Even kijken hoor. Born Fields Institutions. Ja, hij was de baas van de Royal Mint. Even kijken wat het is, maar het is volgens mij gewoon de munt. Ja, precies, dat is het uitgeven van munten. Ja. Daar was hij de directeur van. Nou, zeg. En dan van de Koninklijke Sociëteit. Dat zou ook alweer eens heel erg leuk zijn. Hij zat dan wel op het Trinity College. Hij was dus niet van de Triniteit, maar hij zat wel op het Trinity College. Het ook nog. Ik dacht dat hij ook nog in het parlement had gezeten. Even kijken. Het zat er niet bij. Maar dit was dus Newton. En de gein van Newton is dat hier de Newtoniaanse mechanica. Newtonian mechanics. En dat gaat dan over het vroegere systeem van René Descartes. Waar het om gaat is dat ze een stuk wiskunde hebben opgezet. En deze meneer, G.W. Leibniz, zijn notatie gebruiken we. Zowel dus deze man, Gottfried Wilhelm Leibniz, zoals Isaac Newton. En Isaac Newton was dat eigenlijk wel zijn werk. Je hebt ook dat verhaal van Mozart en Shakespeare. Er wordt een naam opgevoerd, er wordt een beeld opgeheven. En wij naar dat beeld kijken of naar de schaduw van dat beeld. Maar Leibniz was volgens mij echt in zijn eentje. Het gaat over differentiaalrekening. Ik vind het erg ingewikkeld, differentiaalrekening. En met de differentiaalrekening kan je een Hamiltoniaan opstellen. En dat is, het ziet eruit als een matrix, hoe moet ik het zeggen? Waarin je elk deeltje een zwaarte geeft en een positie. En dan reken je die Hamiltoniaan door. En dan weet je waar dat ene deeltje of dat andere deeltje zich over 3 seconden zal bevinden. Je kan het ook doen dat je terugrekent. Dus je hebt al die deeltjes met al die zwaartes. Dat heet de Law of Attraction. En dat kan je ook terugrekenen. Dus dan kan je terug in de tijd. Het is nu zo. Dan was het 1 seconde geleden, was het zo. Het klinkt bizar. Maar
Zo werkte Hamiltoniaan. Het probleem daarbij is, en dat heeft Martin Heidegger, als je mijn eerdere uitzendingen, die moet je echt allemaal eventjes luisteren. Het is ongelooflijk compacte informatie. En allemaal waar, voor zover ik begrepen heb wat daar stond. Ik geef geen valse getuigenissen. Maar Martin Heidegger heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen zijn en tijd. In de Newtoniaanse, of het werk van Leibniz, dus in die tijd, gingen ze werken met grafieken. Ik zal het even bijpakken. Oh, nee, dus. Moet ik het gelijk zien? Zwaar. De kracht. Zwarte Piet. Wat had ik nog naar buiten? Even kijken of ik een grafiekje kan maken. Ja, kijk hier. Hier is een grafiekje. Nee, niet helemaal het grafiekje wat ik bedoel. Ik ga hem even door. Blijf me gewoon lekker meeluisteren. Ik wil nog grafiek hebben. Ik doe gewoon grafiek. Hier zie je hem. Dit is een grafiek. Nou, deze grafiek, dit is I is x tot de macht 3, denk ik. Denk ik. Maakt niet zoveel uit. Waar het om gaat, is dat in de Newtoniaanse natuurkunde, is die rechtopstaande, dat is de x-as, de y-as of de z-as, je hebt er in feite 3. En deze as, die van links naar rechts loopt, dat is de tijdas. Dus je hebt, kan je een beetje moeilijk in een grafiek weergeven, maar dat is de Newtoniaanse wiskunde. Dus je hebt je hebt de 3 dimensies nodig. Dit is alleen maar de x, of het is de y of de z, maakt niet uit, het is niet voldoende. Je moet ze alle 3 weten. Dus je hebt dus, je moet eventjes in je hoofd even fantaseren. Want dit is dan x en dan heb je een y. Het kan niet, je kan het niet weergeven in één plaatje. Maar wel in een Hamiltoniaan. Als je gewoon overschakelt naar een matrix rekenen, heb je net zoveel dimensies als dat je wil. Het probleem is dat tijd gelijkgeschakeld wordt aan ruimte. Dat klopt niet. Martin Heidegger heeft gezegd dat tijd, dat is iets dat schrijdt voort. Het kan niet terug. Kan gewoon niet. Tijd is iets anders. Ja, niet bij Isaac Newton en zijn vrienden. Dan is tijd is gewoon iets, dan kan je van rechts naar links of van links naar rechts, ja, zeg het maar. En ik denk, dat is mijn fantasie, dat al dat gedoe over tijdreizen, wat dan wel grappige filmpjes oplevert, die je met je kleine kind kan kijken, zoals Back to the Future. Dat van deze onzin afkomt. Ik heb niks tegen differentiaalrekening. Dat zal best wel handig zijn. Het tweede gebod. Dat is Exodus 20. Ik pak hem er even bij. Het is altijd leuk om met jullie een beetje Bijbel te doen. Exodus 20. Kijk hoe snel ik het kan vinden. Oké. Dit is nummer 3. Dat is het eerste. Kijk, hier gaat hij. Vers 4.
Waar dit over gaat, dit gaat over idolaterie. En idolaterie heeft er plaatsgevonden met dat gedoe van Isaac Newton. En mensen kunnen denken, ja, een Hamiltoniaan en je kan vooruit rekenen en achteruit rekenen. En zo is het ook hoor. Ik ga morgen terug naar 1960 en dan ga ik erbij aanwezig zijn hoe mijn vader verwekt werd. Dat kan helemaal niet. Isaac Newton en de hele meuk, die hebben ons ongelooflijk veel onzin opgeleverd. En ik mag gewoon hopen dat ze dat per ongeluk hebben gedaan. Hier staat het. Thou shalt not bow thyself to them. Je mag modellen maken van de werkelijkheid, dat is geen enkel probleem. Dat is prima, wat mij betreft. Kan je mooie huizen mee bouwen. Ja. En Twin Towers die wel overeind blijven staan als daar een Cessna 105 tegenaan vliegt. In principe kan dat namelijk. Dat je een gebouw maakt wat zo stevig is. En dan moet je wel een model hebben. Moet je van tevoren doorrekenen. Je weet overal die gewichten. Dat zeg je gewoon. Dat is hartstikke. Niet dat het eenvoudig is, maar het is goed te doen. Dat is een model. Dat is niks ergs mee. Ja, dat is het heliocentrische model. Dat is gewoon een prima model. Alleen maar een model. Staat los van de werkelijkheid. En tijd kan niet achteruit. Ja, dat is jammer. Er zijn mensen die zeggen, dat kan wel. Want ik zie er volgende week net zo jong uit als toen ik 20 was. En dan zeg ik, oh ja joh. Ja, want ik ga naar de schoonheidsspecialist. En dan wordt mijn huid helemaal gekleerd. En daarna ga ik naar de botoxonist. En dan krijg ik nog een liposuctie. Ja, zeg ik dan. Maar je ziet er echt niet meer zo uit als toen je 20 was. Het lijkt hooguit zo. En zo is het ook met die Hamiltoniaan. Het lijkt wel alsof je voor en achteruit in de tijd kan, maar dat kan helemaal niet. Je krijgt er wel leuke films van, dus zoals Back to the Future. En welke zag ik nou laatst? Oh, dat was die van Terry Gilliam. En dan niet Brazil, maar die met Bruce Willis erin. En dan wordt hij ook de hele tijd door de tijd heen gestuurd. Oh ja, 12 Monkeys, zo heet die film. Met Brad Pitt. Ja, het is leuk om naar te kijken. En ik vind Bruce Willis niet zo'n hele goede acteur. En Brad Pitt, ja. Ja, ik wil er niet over zeuren. Maar het is wel leuk met beelden en kleuren zijn leuk. De cameravoering is tof. En er zit ook wel een geinig verhaal in. Met een beetje drama. Het thema daarentegen kan niet. Ik heb hier in de kast heb ik een boek staan van een Persische dichter. Erg beroemd in die tijd. In de 19e eeuw. En die schreef kwatrijnen. Ik zou het erbij kunnen pakken, maar dat doe ik niet. Dat kost zoveel tijd. De mooiste vond ik dat de vinger van God die schrijft en geen letter kan teruggenomen worden. Het Hindoestaanse dogma, dat spreekt van karma. Van alles wat gebeurt, dat heeft een gevolg. Dus elk gevolg is weer een oorzaak van een nieuw gevolg. En dat hobbelt maar door. Dat kan je niet omdraaien. Ik zelf wil het ook helemaal niet omdraaien. Ik ben bijvoorbeeld totally pissed off
over hoe het gegaan is met die treinkaping. Toen destijds bij, waar was dat? Ik was daar heel toevallig, wil ik zeggen. Lag ik daar te slapen bij een vriend van mij. Toen die F-16's kwamen. En ik dacht van, wat de F? Militaire oefening vandaag. Ik vind het gewoon helemaal niet goed gegaan. Maar dat wil niet dat ik zeg dat die treinkaping nooit had mogen plaatsvinden. Sterker nog, ik ben blij dat het plaatsgevonden heeft. En jammer dat het fout ging. Terug in de tijd heeft geen enkele zin. Ik zou het wel willen. Maar hoe had ik dat moeten doen in die tijd? Ik was 17. Dan had ik ook met mijn 17-jarige e-hol had ik naar die Molukkers toe moeten gaan en zeggen van nok nok, ik heb een plan. Ze hadden me gewoon met satéstokjes de deur uitgejaagd. Van rot op. Dat kon niet. Nu wel. Ja, als er toch Molukkers zijn die naar mij willen luisteren, of je kent een Molukker, dan moet je echt... laat hem mij bellen. Gaan we een treinkaping doen, jongen. Oh. Ja, tot verrekening, dit is ons land. Dat is ook karma. De tijdreizen, op zich is dat interessant om te vertellen. Tijdreizen kan wel. Vanuit het goede. Dus je kan door de... En wat ik net zei, we zouden die treinkaping overnieuw kunnen doen. En dan ben je eigenlijk aan het tijdreizen. Dat kan je wel alleen maar doen als je die Molukkers respecteren is zelfs nog te weinig. Minimaal respecteren. Wij hebben ze gefuckt, weet je nog. We owe them big time. En zo kan je tijdreizen. En trouwens, hoe je het doet, is heel makkelijk hoor. Dus je moet een hele bende Molukkers hebben. Of mensen die lijken op Molukkers. Of mensen die gewoon een Palestijnen sjaal. Bivakmutsen, zeg het maar. Angstaanjagende outfit. Ongewapend, dat is helemaal niet nodig. De paintballers die staan klaar om de echt vervelende elementen, die zijn op het station of zo. En dan deel je gewoon briefjes uit en dan zeg je, dit is een treinkaping. En niemand mag de trein uit. Yeah. Beter blijven jullie zitten en gaan jullie er ook voor zorgen dat ons, de Molukkers, gegeven wordt wat ons beloofd was. Belofte maakt schuld. En een huis aan, man. En dan moet je... Wat ze gedaan hebben... Ze hebben die lijn tussen Zwolle en Groningen... Hebben ze platgelegd. Met guns. Ja. Hoeft helemaal niet. Als je die mensen gewoon met een beetje angstaanjagend uniform... En wat Palestijnen-sjalen... Briefjes uit gaat delen... Ja. Scheidt iedereen in zijn broek. En platleggen. Gewoon platleggen. Hop, dus niet alleen tussen Zwolle en Groningen, nee, ben jij gek. Amsterdam, Zaandam. Easy peasy, man. Er gaat zo'n trein van Nijmegen naar Den Helder. Ja, vandaag niet. Ja, jammer. Ja, neem maar een OV-fiets. Je kan er tegenwoordig een OV-9292 fietsen. Ja, dan fiets je gewoon even van Utrecht naar Arnhem. Wat is daar nou weer het probleem mee? Kijk, zo kan je tijd reizen. Dat je beseft wat er gebeurd is en dat het verleden herhaald moet worden. Ik knipte net met mijn vinger, maar dan goed, beter. Dus het goede, dat kan tijd reizen. Dat wel.
maar niet dat je terug kan in de tijd. En dat levert dus leuke films op. En dat hebben we allemaal te danken aan meneer de alchemist Sir Isaac Newton. Die dan ook nog de directeur was van het munten, heet dat. De metaal wordt gemunt. To coin. Dat was eigenlijk een soort, een Rothschild. Het was gewoon een Rothschild. En in principe, ja, mathematica, daar kan ik het nog kort over hebben. Is dat wel door hem zelf Mathematica. Hier staat het. Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Is dat door hem geschreven? Ik weet het niet. Ik weet dat Albert Einstein. Die heeft de algemene dinges niet geschreven. Hooguit de speciale relativiteitstheorie. Misschien is die van hem. Maar de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein is geschreven door een team van mensen. En de Philosophia Naturalis Principia Mathematica, denk ik ook hoor. Maar goed. Ik weet het niet. Het lijkt mij tamelijk onmogelijk dat je 1,2 miljoen woorden over alchemistische bragger weet te schrijven. En dan ook nog de Philosophia Naturalis Principia Mathematica. En dan ook nog met jonge jongetjes. Ja, die moet je ook een plezier doen, toch? Kost ook tijd hoor, die jonge jongetjes. Dus aan de nazaten van Isaac Newton. Ik heb hem toch niet beledigd, toch? Dat kan toch helemaal niet? Die was een kanjer van een kerel. En die heeft ons opgezadeld met die belachelijke theorie over dat je in de tijd kan reizen. Nou, dankjewel Isaac. Het heeft geinige movies opgeleverd. We zien uit naar je volgende idee. Dat je in de tijd dat je binnenste buiten kan keren ofzo. Dus dan plotseling ziet iedereen, die ziet de binnenkant van je darmen. En dan zeggen ze, oh, wat een poep. En dan, hop, ga je weer terug. En dan zeg je, hallo. De mensen zeggen, ik zag allemaal poep net. Zeg, ja, toen zat mijn huid aan de binnenkant. Snap je wel? Dat wordt de volgende theorie van de society van de huppeltje pup, de royal dingers. Hey, dank jullie wel dat jullie naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers, dan zeg ik... Tjus en dag lievers.